sokjes aan met tenen. Dat zijn rubberen sokjes. Dat zijn dus echt klautersokken. En daar doen ze dat mee. Hoe vind je hem? Ja, je zal niet meer terug, je zal niet meer terug durven. Ja, een extra bobbel. Ja, daar komt nog een eigen zaak op. Nog een. Het is dat, hè? Ja, er zit er nog een. Er zit nog een meter door. Die is spleet. Ja, in die spleet zit er nog een. En vriend onderweg op. Oh ja, ja. Ja, ik zie het. Ja, in die spleet. Zonder lijn hoor, zonder taal. Waarom zegt u nooit, dames en heren, wat ik hoorde, dat iemand op de vakantiebeurs had gezegd, ach, die Amerikanen die zijn zo dik, die worden allemaal met bussen gebracht. Dan ben je helemaal verkeerd bezig, want er zijn heel veel mensen die heel flink en heel dapper zijn. Nooit generaliseren. Het is een groot land. Precies. Mooi, hè? Wat een mooi uitzicht zo, hè? Ja, en het is morgen weer anders hoor. Het is ongelooflijk wat hier gebeurd is over tijd eigenlijk. Het is gewoon eigenlijk een beetje spooky, vind ik. Als je dit soort reizen doet, dan denk je iedere keer... En weet u wat het ook is? Ik duur het best wel aan een tijdje. Als het op een gegeven moment maart is, dan begint het een beetje te kriebelen. Dan denk ik gewoon, ik mis het gewoon. Ja. Maar dan mag ik weer. Dan mag ik weer. Ja. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het reuze leuk. Ja, gewoon alles. Dus de natuur, de mensen, het organiseren.